Er is weinig draagvlak voor het aanbieden van excuses over ons slavernijverleden. Ja, INO Research die heeft daar onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het niet nodig is om excuses aan te bieden over ons slavernijverleden. 55% zegt nee, dat hoeft niet. En 31% zegt juist van wel. Nou, en als je kijkt naar etnische achtergronden, dan gaat er toch echt een grote kloof. Van de Nederlanders zonder migratieachtergrond vindt 62% die excuses niet nodig. Nou, Nederlanders met de Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, daarvan zegt 70% ja, wij willen wel heel graag dat Nederland excuses aanbiedt. En als je kijkt naar politieke voorkeur, dan zie je ook wel een verschil. GroenLinks en D66, daarvan zegt de meerderheid ja, biedt die excuses aan. Nou, bij CDA'ers en bij VVD'ers is dat 18% en 20%. En die vraag, moeten we excuses aan gaan bieden, ja of nee, die ligt de laatste tijd steeds vaker weer op tafel. Het Rotterdamse college heeft het daar laatst over gehad, die intentie uitgesproken om dat te gaan doen. En in Amsterdam is dat ook al langer het geval. Ja. John, wat vind jij? Ik heb geen mening daarover. Nee? Nee, ik vind ook niet dat we dat hoeven te doen, nee. Niet die excuses hoeven aan te doen? Nee, oh. Waarom? Nee. Toch een mening erover. Ja. Ja, maar ja, meestal als artiest mag je niks zeggen, maar als ik dan over politiek ga zitten praten, dan, ja, dan moet je altijd voorzichtig mee zijn, zegt men. Ik heb al mijn mening natuurlijk, maar... Van mij mag iedereen mee praten. Jij zei straks, ik vond het goed bij boven over dat aquatie gebeuren. Dat stoort me nog steeds. Die zat net te praten van 90% van Nederland racistisch. Dat is helemaal niet zo. Dus, ja. Maar we hebben het over gezellig, het is carnaval. Ja, dus daar gaan we het zeker ook zo over hebben. Maar toch nog even deze serieuze zaken. Ja, Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, heeft eerder gezegd, nou, wat ons betreft hoeven die excuses niet te komen. Blijft u diezelfde koers varen? Zeker. Zeker. Ik ben het met Heerma eens, ik ben het met John eens. Ik stem CDA, hij is dus, mee. Nou, dat gaat wel heel makkelijk. Ja, maar heel makkelijk. Kijk, dat is natuurlijk een zwarte bladzijde uit ons verleden. Dat is echt iets wat ook op een goede manier bij geschiedenisles moet terugkomen. Wat we ten volle onder ogen moeten zien. Maar het is niet iets waarvan ik vind dat je er excuses voor moet aanbieden. En waarom dan niet? Ja, omdat dit ook iets is wat meer dan 150, in veel gevallen 200 jaar geleden, is beëindigd. Ja. Nogmaals, het is een verschrikkelijke episode uit de geschiedenis. Ik vind dat je daar volstrekt open over moet zijn. Dat je daar ook het gesprek over aan moet. Juist ook richting iedereen die daar nog steeds pijn van ondervindt. Maar excuses is dan dat heeft iets obligaats, vind ik.